Hey, mijn naam is Ralf van Hattem en welkom bij de Office 365 Coach. Het kanaal waar je Microsoft Teams en Office 365 op een eenvoudige manier efficiënt leert te gebruiken. Veel kijkplezier! In deze video over Microsoft Teams gaan we kijken naar hoe je kan samenwerken met personen en teams die geen onderdeel zijn van je teamomgeving. Zeer mooi en in mijn ogen nog veel te weinig gebruikt. We kijken hoe je dit kan doen met personen, maar we kijken ook hoe je kan samenwerken met een ander team. Als laatste kijken we naar hoe je de controle kan houden. We gaan aan de slag. Ik heb een team waarin we de implementatie van Office 365 binnen onze organisatie voor onze rekening nemen. We staan op het punt om te beginnen met de implementatie van Outlook en we hebben daar een externe medewerker voor ingehuurd. We willen niet dat deze medewerker toegang krijgt tot het gehele implementatieteam. Maar wat we ook niet willen is een nieuw team aanmaken, anders wordt het best onoverzichtelijk. We maken een nieuw kanaal voor Outlook en zorgen dat het geen standaard of privé kanaal is, maar een gedeeld kanaal. Dit geeft ons de mogelijkheid om personen toegang te geven tot dit kanaal, zonder dat ze lid hoeven te zijn van het gehele team. We voegen de ingehuurde collega Max toe aan dit kanaal. Je kan ervoor kiezen om hem eigenaar te maken, maar let wel op dat hij dan de volledige controle krijgt over dit kanaal. In mijn teamsomgeving zie je nu een icoon achter het kanaal wat zegt dat het een gedeeld kanaal is. Max krijgt vervolgens een nieuw team in zijn teamsomgeving met alleen het kanaal Outlook. Zo kan hij met het implementatieteam voor Office 365 samenwerken om Outlook succesvol te implementeren. Ook gaan we de applicatie Whiteboard implementeren binnen onze organisatie. We gaan hiervoor samenwerken met een team die succesvol is in de adoptie en analyse van implementaties. We maken een kanaal Whiteboard aan en ook dit wordt een gedeeld kanaal. We voegen nog geen mensen toe omdat we een ander team willen uitnodigen. We klikken achter het kanaal Whiteboard op de drie puntjes en gaan naar kanaal delen en kiezen voor met een team. Nu moeten we weten wie de eigenaar is van het team met wie we gaan samenwerken. We typen zijn naam in en versturen de uitnodiging. De persoon krijgt een notificatie dat hij is uitgenodigd om een kanaal toe te voegen voor een team waar hij eigenaar van is. Hij accepteert de uitnodiging en geeft aan in welk team het moet komen en klikt op gereed. Als laatste krijg ik nu een notificatie in Teams en een e-mail waarin ik te zien krijg waar mijn kanaal uiteindelijk aan toegevoegd zal gaan worden als extra controle. Ik geef de goedkeuring en mijn kanaal Whiteboard is nu onderdeel geworden van een ander team. En wil je weten wie er allemaal toegang hebben tot je gedeelde kanaal? Klik dan achter het gedeelde kanaal op de drie puntjes en kies voor kanaal beheren. Hier zie je de personen en teamomgevingen die toegang hebben. Ook kan je hier bepaalde personen of teamomgevingen verwijderen mocht je dat willen. En de ander zal hiervan een notificatie in Teams krijgen dat het delen gestopt is. Overigens goed om te weten dat afhankelijk van de instellingen bij je organisatie, je dit eventueel ook kan doen met mensen buiten je organisatie. Wil je weten of het delen van kanalen buiten je organisatie mogelijk is? Neem dan contact op met je IT-beheerder. Volg ons YouTube-kanaal voor meer interessante Teams en Office 365 video's. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag terug in de volgende video. Tot ziens!